Panginoong Hinama Tuhan Yesus Kristus. Praise the Lord. Welcome. And welcome for bahasa Inggrisnya Lana. Oh, selamat datang. Welcome. Welcome Lana. Oke. Okay. Puji syukur dan terima kita siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. To love and to praise. Okay. Sama-sama kita berdoa. Lalu sama kami. Biarlah kita siapkan hati kita. Lalu onsa hati orang untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan. To give love and to give praise. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Thank you well here for this day. Puji syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Thank you well for the mogelijkheid that you ons gegeven untuk dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Om u te kunnen loven en te kunnen prijzen, Heer. Kehendakmu jadi Tuhan. U wil geschieden. Di bumi seperti di surga. Op de aarde en ook in de hemel. Kehendakmu jadi Tuhan atas kami. U wil gaan geschieden ook over ons, Heer. Kehendakmu jadi atas gerejamu ini Tuhan. U wil geschieden ook voor deze terima kerk. Kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jesus. Terima kasih. Hosanna in the highest. Yes. Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Laten we samen allemaal opstaan. Kita memuji dan menyebesarkan nama Tuhan. Kita lakukan itu untuk Tuhan. Kita lakukan itu untuk Tuhan. Kita lakukan itu untuk Tuhan. Hosanna, Hosanna,
Tuhan. For all time come we only my love. Biarlah kami boleh kecap dan melihat Tuhan betapa baiknya Engkau Tuhan. Dan we mau bersinu kudu. Amin. Haleluya. Mari kita menikmati Ratu dan Tuhan kami kasih setia Tuhan.
Engkau mati, bahkan engkau bangkit, dan engkau menyelamatkan setiap kami. And you have either for us gered. Sungguh baik perbuatanmu Tuhan. Begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. So groot is de liefde van onze Vader voor de wereld. Mengorbankan anakmu Yesus Kristus. Dat u zelf uw enige zoon heeft. Jadi korban bagi setiap kami. As an offer for us. Yang telah menebus dalam segala kesalahan dan dosa kami. We have alle onze zonden gewist. Hallelujah Jesus. At the cross Jesus. Yes. Mari kita sembah dia. Laten wij hem aanbidden. Karena kita harus mengingat kebaikan Tuhan. We moeten aan zijn goedheid denken. Dia disalib karena kita. Hij is gekruisigd voor ons. Biarlah kita selalu mengingat akan segala kebaikannya. Dat wij altijd yes. Voor zijn goedheid, aan zijn goedheid gaan denken. You.
terima kasih atas perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Amen. Dank u wel voor wat u gedaan hebt in ons leven, Heer. Kau melihat anak-anak-Mu di tempat ini, Bapa. U ziet uw kinderen hier, Heer. Memuji dan menyembah Engkau. Loven en prijzen. Tanda terima kasih atas segala yang telah Kau perbuat, Tuhan. Als teken van dankbaarheid voor alles wat u voor ons gedaan heeft. Kadang kami baik. We hebben het goed. Kadang kami sehat. We zijn gezond. Kadang kami kuat. We zijn krachtig. Semuanya karena kasih. Dat is alleen maar door liefde. Semuanya karena pemeliharaan-Mu, Tuhan. Alleen maar door verzorging. Terima kasih, Bapa. Dank u wel, Vader. Mulut kami hanya dapat mengucapkan terima kasih. Onze monden is alleen maar dankbaar. Terima kasih, Tuhan. Dank u wel, Heer. Bahkan pagi hari ini, vanochtend, Engkau memberikan kesempatan bagi kami, hebben wij de mogelijkheid, untuk melakukan perjamuan kudus yang suci ini, Bapa. Avondmaal die zo heilig is te doen. Jesus yang disalibkan, onze Heer Jezus die gekruisigd is, yang mati dan bangkit, die gestorven is untuk dosa-dosa kami, Tuhan, voor onze zonden, Heer. Dan inilah kami, Tuhan. En hier staan wij, Heer, yang Kau ciptakan. Die u geschapen heeft. Yang Kau pelihara. Die u verzorgd heeft. Kami mau mengangkat roti ini tinggi-tinggi. We hebben het brood hoog op. Karena firman-Mu mengatakan. Uw woord zegt. Sebab apa yang telah Ku teruskan kepadamu. Dat wat ik dus aan jullie gezegd. Al eerder heb verteld. Telah Aku terima dari Tuhan. Heb ik van de Heer ontvangen. Dan itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan. Dat hij die avond dat hij verraden werd. Ia mengambil roti. Nam dat brood. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Dan te God ervoor en zei. Ia memecah-mecahkannya. Hij bracht het. Dan berkata. En zei. Inilah tubuhku. Dit is mijn lichaam. Yang diserahkan bagi kamu. Dat ik voor u geef. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Eet het gerekend als een herinnering aan mij. Sebelum kita makan, kita berdoa di dalam nama. Voordat we gaan eten, gaan we eens bidden in de naam van Jezus Christus. Bapa di dalam surga. Vader in de hemel. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van Jezus Christus. Sebelum kami makan tubuh ini. Voordat we dit lichaam gaan eten. Ampuni segala perbuatan-perbuatan kami, Tuhan. Vergeef al onze zonden. Yang tidak layak di hadapan-Mu, Bapa. Die niet waardig is voor U. Ampuni Tuhan. Vergeef ons, Heer. Vergeef ons. Ampuni kami. Vergeef ons, Heer. Sehingga kami dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, Tuhan. Zodat we ook de anderen die kunnen gaan vergeven. Dan janganlah bawa kami di dalam pencobaan. En nee, breng ons niet in de verzoeking. Melainkan jauhkan kami daripada yang jahat. Maar verlos ons van het kwaad. Karena kami percaya, Tuhan. Wij geloven. Pada waktu kami memakan tubuh-Mu ini. Als wij uw lichaam gaan eten, Heer. Bahkan tubuh kami menjadi sehat. Ons lichaam wordt ook gezond. Bahkan sakit penyakit akan keluar dalam tubuh kami. En alle ziektes zullen gaan verdwijnen uit ons lichaam. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Laten we eten in de naam van Jezus Christus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Laten we dit beker hoog opheffen voor de Heer. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Na het eten nam hij ook de beker en zei. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Ku. Deze beker is het nieuwe verbond dat wordt bekrachtigd met mijn bloed. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya. Drink die geregeld. Menjadi peringatan akan Aku. Als een herinnering aan mij. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Laten we bidden in de naam van Jezus Christus. Tuhan Yesus. Heere Jezus. Terima kasih. Apa yang telah Kau sediakan bagi kami. Dat wat u voor ons heeft klaargezet. Dan kami akan minum dari cawan ini, en Tuhan. En we zullen uit deze beker gaan drinken. Pada waktu kami meminum dari cawan ini. Als wij uit deze beker gaan drinken. Darah kami yang mengalir di dalam tubuh kami. Ons bloed die in ons lichaam stroomt. Darah kami menjadi mengalir dengan sempurna. Dat bloed zal dus volmaakt gaan stromen. Tidak ada kumpalan-kumpalan darah di dalam tubuh kami. Er zijn geen belemmeringen in ons lichaam. Karena Engkau yang menyempurnakan semuanya ini, Tuhan. Volmaaktheid in ons. Darah tinggi. Hoge bloeddruk. Darah rendah. Lage bloeddruk. Tidak ada di tubuh kami. Is niet in ons lichaam. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Drinken in de naam van Jezus Christus. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Laten wij hem danken. Nama-Nya raya laba-laba.
give thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. Dan yang melakukan firman-Mu Tuhan. Curahkan roh-Mu kepada mereka. Seperti Joel 2 28 Tuhan. Engkau akan mencurahkan roh-Mu kepada anak-anak-Mu. Doa kami kepada-Mu Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang berguna untuk negara ini. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin rohani. Nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk guru sekolah minggu. Tuhan pakai dia Tuhan. Ibu Nana yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Untuk sekolah minggu Bapak. Pakai dia lebih lagi Tuhan. Sehingga anak-anak bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik. Hoe gaat het met jullie? Puji Tuhan. Prijs de Heer. Amen. Sehat. Amen. Zijn jullie gezond? Kuat. Amen. Krachtig. Diberkati. Amen. Haleluya. Praise the Lord. Itu yang mantap, saudara-saudara. Dat is heel waardevol, broeders en zusters. Kita tidak tahu. Wij weten niet. Hari Sabtu kemarin malam mungkin mereka bikin pesta di sini. Misschien hebben ze gisteravond feest gevierd hier. Roh-roh yang bergantungan masih ada di sini. Oh, misschien de geesten die hangen misschien hier allemaal. Kita usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Die verjagen wij in de naam van Jezus Christus. Supaya kita tidak ngantuk ya saudara. Zodat we dus hier niet moe zijn. Karena itu paling musuh kita juga itu, bro. Want dat is ook onze vijand.
Dan itu sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa, saudara-saudara. Voordat we het woord naar het woord gaan luisteren, laten we even samen. Bapa di dalam surga. Vader in de hemel. Kami percaya. Wij geloven. Bahkan kami tahu. Zelfs weten. Bahwa engkau ada di tempat ini. Dat u hier bent. Firman-Mu mengatakan. Uw woord zegt. Dua atau tiga orang bersekutu di dalam nama-Mu, Tuhan. Terwijl er drie personen vergaderen in uw naam. Kau hadir di tempat ini. Bent u hier aanwezig. En di dalam kehadirat-Mu, Tuhan. En in uw aanwezigheid. Penuh dengan sukacita. Is vol met blijdschap. Penuh dengan wonderen, Tuhan. Vol met wonderen, Heer. Satu yang kami minta, Bapa. Eén ding vragen wij, Heer. Jamah setiap hati kami. Raak ieder van ons aan. Sehingga kami lebih dekat lagi kepada-Mu, Tuhan. Dat we dichter bij U mogen zijn, Heer. Bahkan kami lebih lagi, Bapa, mengenal Engkau. We U meer en meer mogen leren kennen. Karena pengharapan hanya pada-Mu, Tuhan. Want ons hoop is alleen maar op U. Dan keselamatan ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan. En de redding is ook alleen maar in Jezus Christus. Firman yang menjelma menjadi manusia. Het woord die mens is geworden. Ada di dalam hati kami. Is in onze harten. Yang tidak jauh dari bibir kami. En is niet ver van onze monden. Tuhan sempurnakan semuanya ini. Heer, volmaak dit allemaal. Di dalam nama Tuhan Yesus. In de naam van Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. We gebeden er. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara. Broeders en zusters. Siapa yang pernah waktu masih kecil? Wie heeft ooit toen ze klein was main ular tangga? Een spelletje hebben gespeeld, een slang die op zo'n trap gaat. Ular tangga. Bukan monopoli, monopoli ada lain lagi ya. Het lijkt op monopoli, yeah, maar het is geen monopoli. Het lijkt erop. Tetap ini ular tangga. Maar ze zeggen dat is de een trap met een slang. Ya. Yeah. Jadi ada gambar ular gitu. Dus het is een vorm van een slang, een tekening van een slang. Nah, tuh tangganya tuh dia punya strip-strip ya. Kalau yeah, ular kan ada strip-strip. De treden van de trap, daar gaat de slang dus mee naar boven. Nah, kita mainnya berempat selalu. De spel is voor vier personen. Pakai dadu satu. We hebben dus één dubbelsteen. Kita buang 1 sampai 6. We gaan dus gooien van 1 tot 6. Dan ada 4 pion. En er zijn dus 4 pionnen. Nah, 4 pion itu warnanya merah, biru, hijau, kuning, koneng. Kleur is rood, blauw, geel en groen. Ya, jadi satu orang satu ya. Dus ieder één. Ieder één pion. Ya, met z'n vieren ga je spelen. Waktu kita main, als we gaan spelen, kita buang tuh double steen. De double steen wordt dus gegooid. Berapa angka yang keluar? En dan komt er een cijfer uit. Dari pion 0. Van het nulpunt gaat de pion verder. Kalau double steennya itu 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangga yang ke-6, betul? Als de double steen 6 aangeeft, dan mag je dus 6 treden naar boven gaan. 4 orang ini main. Ja, dus de 4 personen gaan dus balapan itu yang enggak ya? Ya. Dus je gaat dus een race beginnen met elkaar. Kalau setiap kali angkanya dapat 666, berarti kan terus tambah tinggi. Ja. Als je dus iedere keer 6 gaat gooien, dan ben je het snelste. Nah, waktu di tingkat yang 90. Dan als je dus het punt, of tenminste de cijfer 90 naar je. Kadang saudara dapat satu hadiah. Krijg je af en toe een cadeau. Nah, yang ke orang yang kedua, kalau dia udah masuk ke 94. En de tweede persoon, als hij dus de cijfer 94 heeft gehaald. Dapat cadeau lagi. Krijgt hij ook een cadeau. Persoon yang ketiga, de derde persoon, sampai di 96, tot het cijfer 96, dapat kado lagi, krijgt hij ook een cadeau. Nah, kalau sampai di 100, als je dus 100 bereikt, berarti, dat betekent, dia pemenang, dan heeft hij gewonnen, dapat hadiah besar, krijgt hij dus een heel groot cadeau. Televisie, LG, wow. Nou, LG televisie. Tetapi pada waktu angka yang ke 98, maar bij de cijfer 98. Jadi yang 4 orang ini ada yang 94 di tingkat 94. Dus bij van deze 4 personen, eentje zit op nummer 94, eentje op 96. Ada yang 97. Eentje op 97. Nah, yang 96 ini, degene die op 96 staat. Dia buang dadunya. Bang. Heeft hij dus de dobbelsteen gegooid? Dia dapat angka 6. Krijgt hij 6. Jadi enggak mungkin dong. 96 tambah 6 jadi 102. Dus 96 plus 6 dat is dus 102. Dat is niet mogelijk. Jadi waktu dia buang 6 tetap di 96 karena als hij dus omdat hij 6 heeft gegooid blijft hij gewoon staan op 96. Dia harus membuang
dadunya angka 4. Hij moet dus 4 of zij moet dus 4 gaan gooien. Kalau nih orang yang di tingkat 96, degene die op 96 staat, dia buang dadu angka 4. Als hij dus 4 gaat gooien, jatuh 100 kan? 96. Dan is het 100. Komt die op 100? Akhirnya dia jadi pemenang. Dus dan wint deze persoon. Nah, yang orang yang keempat ini, de vierde persoon, dia angkanya 94. Die zat op 94. Dia buang angka 4, saudara-saudara. Die heeft dus 4 gegooid. 94 tanggal 4. 94 plus 4 is 98. Di tingkat 98. Op het punt van 98. Als je dus deze spel gaat spelen. Jatuh di tingkat 98 itu, als je dus 98 hebt bereikt. Saudara harus turun sampai angka 0. Moet je weer helemaal teruggaan op 0. Moet weer helemaal van vooraf aan beginnen. Coba bayangkan saudara-saudara. Kunnen jullie voorstellen? Sudah capek-capek buang dadu. Je bent moe, maar je al iedere keer de dubbelsteen gegooid. Sudah seru bersama bertanding sama teman-teman. Heb je dus met je anderen dus gespeeld. Akhirnya saudara mesti balik lagi. En uiteindelijk moest je weer terug. Apakah ini tidak seperti hidup kita, saudara? Is dat niet net ons leven, broeders en zusters? Benar? Ya. Siapa yang tinggalnya di atas terus? Wie staat altijd boven? Karena dunia pula. De aarde is rond. Kadang-kadang kita di atas, af en toe zijn we boven en af en toe zijn we beneden. Ya. Firman Tuhan. Het woord. Siapa yang percaya firman Tuhan? Wie vertrouwt, wie gelooft in het woord? Siapa yang percaya firman Tuhan? Wie gelooft in het woord? Mari kita buka slide dulu, PowerPoint. Saya kasih judul pagi hari ini. Het thema van vanochtend is ups and downs van het leven. Jatuh bangun kehidupan. Yohanes 16 ayat 31 sampai 33. Yohanes 16 vers 31 tot 33. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 31. Laten we lezen Yohanes 16 vers 31. Tadi saya katakan kita pernah mengalami apa yang sedang. Hebben jullie allemaal meegemaakt? Yeah. Dat vallen en dat opstaan en dat vallen? Yeah. Siapa yang gak pernah mengalami? Wie heeft dat nooit meegemaakt? Gak pernah jatuh di atas terus? Zijn jullie nooit gevallen? Weet je het zeker? Zijn jullie altijd boven gebleven? Weet je het zeker? Nanti kita dalam ya. Yohanes 16 ayat 31 katanya begini. Yohanes 16 vers 31. Jawab Yesus kepada mereka. Yesus antwoordde. Percayakah kamu sekarang? Geloven jullie het nu? Ada pertanyaan. Er is een vraag. Dari Tuhan Yesus Kristus. Van onze Heer Yesus. Kepada murid-muridnya. Naar zijn discipelen toe. Percayakah kamu sekarang? Geloven jullie het? Ayat yang ke-32. Vers 32. Lihat. Saatnya datang, bahwa sudah datang, bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Let op, nu is het moment gekomen dat jullie uit elkaar gejaagd zullen worden. Jullie zullen allemaal naar huis vluchten. Mij zullen jullie in de steek laten. En toch ben ik niet alleen, want de Vader is bij mij. Amen. Uit denken 33. Vers 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Ik heb jullie dit allemaal gezegd
zodat mijn vrede in jullie zal komen, zal kunnen zijn. Jullie zullen in de wereld veel moeilijkheden hebben, maar God moet. Ik heb de wereld overwonnen. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Yesus zei tegen de zaman yang Tuhan Yesus. In de tijd van onze Heer Jezus. Tetapi sekarang, maar tegenwoordig, firmannya, het woord zegt, dari dahulu, van vroeger, sampai sekarang, tot nu toe, tetap sama. Is hetzelfde. Saudara percaya nggak? Geloven jullie dat? Kalau Tuhan Yesus katakan begini, wat Yesus zegt, ayat yang ke-31, kembali. We gaan terug naar vers 31. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Jezus antwoordde, geloven jullie het nu? Ayat yang ke-32. Vers 32. Percaya gak kamu, saudara-saudara sekarang? Geloven jullie dat? Apa yang terjadi Jesus dalam kehidupan saudara? Dat wat in jullie percaya gak is gebeurd. Geloven jullie ada dat? Ada ups dan and down. Ya. Ada, percaya gak? Siapa yang tidak pernah down? Wie is nooit gevallen, tenminste? Jezus berkata 2000 tahun yang lalu. Jezus zei dit 2000 jaar geleden. Sampai sekarang firman-Nya katakan. Tot de dag van vandaag. Percayakah kamu sekarang? Zei hij van, geloven jullie dat nu? Ingat, pada waktu kita di bawah. Denk eraan, toen je dus gevallen bent. Dikatakan, lihat saatnya datang. Hij zei van, het moment komt. Bahkan sudah datang. Zelfs, het is er. Bahwa kamu dicerai beraikan. Apa dat maksudnya dus di sini? Zo? Uit elkaar. Of dat jullie ook moeten gaan vluchten. Apa maksudnya di sini saudara dicerai beraikan? Wat is de betekenis hier dat je uit elkaar wordt gehaald? Pada waktu kita di bawah. Als wij dus beneden staan. Pada waktu kita masuk di dalam zwaar weer. Als wij dus in zwaar weer komen. In problemen. Begitu dalamnya yang sampai kita tidak bisa bilang saya menyerah. Het is zo diep dat je niet kan zeggen, ik geef me over. Mungkin saya mau kasih satu kesaksian, Suster Ida, bisa kasih kesaksian. Ik geef even een getuigenis. Suster Ida, mag naar voren. Saya cerita dus sebentar. Boleh ya? Okay. Ik ga even wat vertellen. Dat mag. Saya kenal Suster Ida sudah lama. Ik ken haar al een hele tijd. Dari zamannya Wok. 15 jaar. Bijna. Bijna 15 jaar. Bijna 15 jaar. Waktu saya kenal dia. Toen ik haar kende. Mulai kita bergumul dengan berteman. Waren we dus bevriend geraakt. Sekali waktu dia ada kesusahan yang sampai dalam sekali, saudara. Zij problemen, een heel groot probleem. Waktu saya datang ke rumahnya. Toen ik bij haar was. Saya bicara dengan dia. Heb ik met haar gepraat. Dikatakan, Brutet, saya tidak tahan lagi, saya mau bunuh diri. Betul? Ze zei tegen mij, Brutet, ik kan het niet meer, ik wil zelfmoord plegen. Kami berdoa. We hebben gebeden. Kira-kira sampai jam 2 malam. Ongeveer tot 2 uur 's nachts. Broer Theo datang dari pekerjaan. Theo kwam thuis uit zijn werk. Kebetulan begitu jam 2 malam kita sudah kelar waktu broeder Theo pulang ke rumah. Naar huis kwam, waren we klaar met bidden. Dan saya percaya. En ik geloof. Bahwa Tuhan telah menyelesaikan pekerjaannya di dalam kehidupan. Dat de Heer zijn werk heeft afgemaakt in haar leven. Semua musuh-musuh yang menyerang dia. Alle vijanden die haar aangaan. Sampai dia mau bilang saya mau bunuh diri. Totdat ze zegt van ik wil zelfmoord plegen. Itu heel. Saya percaya bahwa itu hilang pada waktu itu. Ik geloof dat het dus op dat moment weg is. Hari Kamis yang lalu. Vorige week donderdag. Op maandag. Nee, donderdag. Vorige week donderdag, ja. Dus tanggal berapa itu? Tanggal 24, 25? Ongeveer 24, 25. Saya dengar Suster Ida dan broeder Theo ya, kembali dari Bali ke Belanda. Ik heb gehoord dat Rida en Theo uit Bali terugvlogen. Saya tanya sama istri saya. Ik vroeg aan mijn vrouw. Ada apa? Wat is er aan de hand? Rida sakit. Dida is ziek. Dia mesti pulang. Zij moet naar huis. Silakan cerita.
Oh, saya 15 tahun di gereja ini baru pertama kali depan. Ik ben 15 jaar in deze kerk. Ik ben voor het eerst sta ik voor. Nee, je bent toch al gaan zingen voor. Salam semuanya. Halo. Saya mau memberikan kesaksian. Sebenarnya saya sudah 3 tahun keluar masuk rumah sakit. 3 jaar ben ik in en uit het ziekenhuis gegaan. En mungkin kalian lihat saya di sini selalu ketawa. Sebenarnya saya kadang cuma 3 jam, 4 jam semalam tidur. Jullie zien me altijd lachen hiervoor, maar af en toe slaap ik alleen maar 3 of 4 uurtjes. Kalau saya sakit, saya makan paracetamol seperti permen, 8 biji sehari. Als ik ziek ben, dan eet ik paracetamol net als snoepjes, 8 op een dag. En dan, mungkin Tuhan ada rencana terbaik, makanya saya sakit di Bali dan saya pulang ke Nederland. Di situ, malam minggu itu saya bilang sama diri saya sendiri, saya tidak mau ke gereja lagi. Kastop, toh niks. Tuhan toh tidak menolong saya. Zij is dus teruggekomen met Theo. En toen zei ze van, ik stop om naar de kerk te gaan, want de Heer helpt mij toch niet. Yeah. What for? What? Ja, waarvoor moet ik naar de kerk? Yeah. Waarvoor moet ik gaan bidden? Toch, buang waktu saja. Dus alleen maar tijdverspilling. Dan waktu saya buka lagu, tiba-tiba ada lagu Jujur dari Mohede. Toen ik mijn telefoon ging openen, en toen kwam er een lied. Yeah. En die lied zegt, dus rechtvaardigste is het lied, hè? Ja. Jujur, ja. Di dalam, walaupun saya di dalam api, saya tetap menyembahmu. Saya nangis, saya malu pada diri saya sendiri. Ondanks dat ik in het vuur zit, heb ik alleen maar zitten huilen. Yeah. Dat was het lied. Ja. Yeah. Karena saya pikir, oh, dia sudah di dalam api, dia masih menyembah Tuhan. Saya cuma sakit perut. Kok saya menyerah gitu? Saya. En dat lied ging over iemand die dus God ging aanbidden, ondanks dat hij in het vuur zat. En ik heb alleen maar buikpijn en waarop geef ik nu al op? Tuas Theo datang ke rumah, dia bilang. En Theo kwam thuis en die zei. Pak Gem en Bu Gem hari Senin datang. Pak Gem en Bu Gem die zullen op maandag komen. Om praten en bidden zo. Ja, om te praten en te bidden met jou. En kort, waktu Pak Gem Bu Gem datang di rumah. Toen Pak Gem en Bu Gem kwamen. Duduk di samping saya. Die zaten naast mij. Sampai tiba-tiba badan saya dingin, gemetar gitu. Oh, plotseling heb ik het heel erg koud. Ik zat te trillen. Ja, en ik pak even sjaal. En toen heb ik een sjaal gepakt. En dan ook toen die doa kan. En toen ze voor mij gebeden hebben. Ik voel gewoon die warmte en dan die pijn is weg. Ik voel de warmte en de pijn is verdwenen. Ja. Sindsdien slik ik ook helemaal geen medicijn meer. Prijs de Heer. Ja. Itu paracetamol di rumah. Heel veel. Ieder week ik kom een paracetamol bij Kruidvat kopen. Ieder week moest ik een pakje paracetamol kopen bij Kruidvat. Ja. Dan ik zeg, oh God, engkau sungguh baik. Saya ada di sini. U bent goed. Karena Tuhan menyembuhkan saya. Tuhan memberkati saya. God heeft mij gezegend. Dat is het. Amen. 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 Saudara-saudara, brothers and sisters, 3 tahun lamanya. 3 jaar lang. 3 tahun lamanya ke dokter minum obat. 3 jaar lang zijn naar de dokters geweest. Sampai dia periksa dalamnya itu pakai endoskop. Gastroskopi gekregen. Berapa kali, Suster Ida? 3 keer. 3
tiga kali diperiksa, tidak ada apa-apa, saudara-saudara. And there is hell man next, brothers and sisters. Tidak ada apa-apa. Yes. Yang ini yang saya maksud. Lindet peduli me. Ingat. Thank waktu God. Tuhan bekerja dalam kehidupan Ibu Rida. The hair in her life. Waktu Robert. Pertama kali kita usir segala roh-roh yang bukan dari Tuhan ada di tubuh dia. The first time that we all, all slechte wezens zeg maar hebben gebeden die uit haar moeten gaan. Karena dia selalu mendengar suara yang negatif terus. Zij hoort iedere keer negatieve. Sehingga dia mau membunuh geruchten, diri. Zodat ze eigenlijk zelfmoord wil gaan plegen. Itu 13-14 tahun yang lalu. Dus ongeveer 13-14 jaar geleden. Tetapi 3 tahun yang lalu. Maar 3 jaar geleden. Dia terus diganggu tubuhnya. Wordt ze iedere keer aangevallen. Waktu dia ganggu tubuhnya dia tidak merasa, saudara-saudara. Het lichaam werd aangevallen. Dia tidak menyadari. Zij beseft niet. Bahwa. Dat. Dia telah menceraiberaikan antara Tuhan dengan tubuhnya. Dat zij dus een afstand heeft genomen tussen de Heer en haar lichaam. 3 tahun dibutakan oleh si setan. 3 jaar heeft de duivel eigenlijk over haar geregeerd. Dia minum obat barusan saudara sendiri dengar. Zij heeft medicijnen genomen net als moeder. Dia masuk rumah sakit, dokter tidak menemukan apapun juga. Zij is iedere keer naar het ziekenhuis gegaan en de doktoren kunnen niks vinden. Sampai waktu dia bilang, aduh, toch Tuhan tidak ada bagi kami, percuma. Het was zover dat ze zei van, ik geloof niet meer in de Heer. Dia katakan begini, masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang. Dia sempat meninggalkan Tuhan pada waktu dia berkata. Mij zullen jullie in de steek laten. Dus Rida heeft inderdaad de Heer in steek gelaten. Ingat. Denk eraan. Waktu kita di bawah. Als wij dus beneden staan. Tuhan sudah katakan, percayakah kamu sekarang? De Heer zegt van, geloven jullie nu? Ayat 32 dikatakan lagi, bahwa kamu diceraiberaikan. In vers 31 wordt gezegd dat jullie uit elkaar worden gehaald. Rida diceraiberaikan oleh si setan supaya dia tidak bergantung lagi kepada Tuhan. De duivel heeft gezorgd dat Rida een afstand heeft met de Heer. Siapa yang tidak pernah jatuh di sini? Wie heeft dit nooit ooit meegemaakt? Kita semua jatuh. Wie is nooit in de zonde? Tetapi ini firman Tuhan yang menolong. Maar het woord die helpt. Dia katakan begini. Die zegt. Kamu meninggalkan aku seorang diri. Mij zullen jullie in de steek laten. Waktu dia beberapa sempat mengatakan percuma saya pergi ke gereja buang-buang waktu, dia sudah menceraiberaikan antara Tuhan dan dia. Toen Rida zei van, waarvoor ga ik naar de kerk? Dat is alleen maar tijdverspilling. Tuhan katakan dit. Is de afstand gekomen. De kamu Heer telah meninggalkan aku sendiri. De Heer zei, mij zullen jullie in de steek laten. Tetapi Tuhan katakan begini. Maar de Heer zegt, namun aku tidak seorang diri. Maar ik ben niet alleen. Aku tidak seorang diri. Ik ben niet alleen. Bapa yang menyertai aku. Want de Vader is bij mij. Wow, waktu saya baca ini saudara-saudara. Toen ik dit las, broers en zusters. Bagaimana dia mengasihi kita. Hoe hij ons lief heeft. Dia kasih contoh. Hij heeft een voorbeeld. Sebelum saudara melakukan, dia sudah bilang. Voordat jullie dat gedaan hebben. Engkau akan diceraiberaikan. Heeft u dat al gezegd. Bahkan engkau akan meninggalkan aku sendiri. Hij zei van, mij zullen jullie in de steek laten. Tetapi. Maar. Bapa menyertai aku. Maar de Vader is bij mij. Waktu saya baca ini, saudara-saudara. Toen ik dit las, broeders en zusters. Bagaimana besar kuasa Tuhan. Hoe groot is de macht van onze Heer. Saudara diciptakan dengan saya. Hij heeft kita baca geschapen. Seterusnya sebentar. Laten we verder gaan lezen. Ayat yang ke-3, 33 dulu. Vers 33 eerst. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Ik heb jullie dat allemaal gezegd. Supaya kamu beroleh damai sejahtera. Zodat mijn vrede in jullie zou kunnen zijn. Dalam... kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, yes. Ya. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Sodat jullie vrede in jullie zou kunnen komen. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Jullie zullen in de wereld veel moeilijkheden hebben. Tetapi kuatkanlah hatimu. Maar houd moed. Aku telah mengalahkan dunia. Ik heb de wereld. Dia katakan di sini. Dat zei hij. Walaupun kau jatuh dimanapun juga.
Ondanks problemen waar je ook mag zijn. Ingat. Denk eraan. Dunia telah aku kalahkan. Ik heb de wereld overwonnen, zei hij. Aku tetap menyertai engkau. Ik ben altijd bij jou. Pemeliharaan Tuhan. De verzorging van onze Heer. Yang begitu dahsyat. Is buitengewoon. Tidak ada satu istri yang dapat. Niemand, geen vrouw. Memelihara kita seperti Bapa di surga. Die kan dus ons zo. Tidak ada seorang suami yang dapat memelihara seperti Bapa di surga. Niet onze mannen die kunnen dus zo net als onze vader. Tidak ada satu orang bapa atau ibu kita yang dapat memelihara seperti Yesus Kristus Tuhan. Geen vader en geen moeder die net als onze Jezus kunnen gaan verzorgen. Istri kita bisa bilang ex. Onze vrouwen kunnen zeggen eruit. Ex vrouw. Gewezen vrouw. Kita bisa bilang kepada suami kita ex-suami. Oh, we kunnen aan onze mannen zeggen gewezen man. Tapi kita tidak bisa mengatakan ex-bapa saya. Oh, maar we kunnen niet zeggen dat is mijn gewezen vader. Di sini dikatakan kepada Tuhan. Hier werd het gezegd. Sebelum saudara jatuh, dia sudah katakan, percayakah sekarang kamu kepada. Voordat het zover is met ons, heeft hij al gezegd van, geloven jullie? Percayakah kamu sekarang? Geloven jullie nu? Engkau dicerai-beraikan. Jullie worden uit elkaar gehaald. Bahkan kamu meninggalkan aku sendiri. Jullie hebben mij helemaal achtergelaten. Tetapi Bapa selalu menyertai aku. Maar mijn vader is altijd met mij. Kalau saya boleh katakan. Als ik mag zeggen. Dia tidak pernah melupakan saudara. Hij zal ons nooit vergeten. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Hij zal ons nooit achterlaten. Dia tidak pernah mengizinkan saudara sampai jatuh tergeletak. Hij zal jullie nooit toelaten dat jullie helemaal niks meer kunnen. Dia topang terus saudara. Hij zal jullie gaan steunen. Ini Bapa kita yang di surga. Dit is onze Vader Jesus in de hemel. Christus. Onze Jezus. Drie eenheid. Ja. Drie eenheden. Die eenheid. Dia katakan semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Ik heb jullie dit allemaal gezegd zodat mijn vrede in jullie zou kunnen zijn. Waktu suster Rida katakan begini, ah percuma saya ke gereja, percuma buang-buang waktu. Toen Rida zei van, waarom moet ik naar de kerk gaan? Ik ga mijn tijd verspillen. Satu pemisahan antara bapa dan anak. Er is dus een afstand gekomen tussen vader en kind. Bapa tidak pernah mengatakan percuma gua sama lu, lu enggak pernah dengar. De vader heeft nooit gezegd van het heeft geen zin dat jij met mij bent of tetapi, ik met jou. Mulut anak yang selalu percuma gua sama bapa disini. Maar de mond van de kind die altijd zegt van het heeft geen zin om bij mijn vader te blijven. Ada satu perpisahan sudah. Er is een afstand gekomen. Padahal perkataan itu baru saja 30 of 1 sekonde. Terwijl het eigenlijk net een seconde gezegd werd. Dan bagaimana si setan itu? En hoe is het met de duivel? Apakah dia tidak apa namanya mendengar ini? Heeft hij dit niet gehoord? Apa dia tidak tahu ini? Weet hij dat niet? Dia tahu, saudara. Hij weet het. Dia ganggu, saudara. Hij gaat jou verder. Kalau verder bisa proberen. Perpisahan itu terus. Ya, hij maakt terus dus een hele afstand. Dia usahakan de afstand wordt groter en groter. Ja. Yaitu ini. Perlunya kita bersekutu bersama-sama. En daarom is het zo nodig dat wij met z'n allen één zijn. Ibrani 10. In Hebreeën 10. Ayat berapa, broer Martin? Yes. Vers 25. Coba bisa lihat kah? Ibrani 10 ayat 25. We gaan kita kijken naar Hebreeën 10 vers 25. Oh, enggak ada. Enggak ada. Mungkin bisa pakai apa namanya? Siapa yang sudah dapat telepon? Indonesia sama Netherlands. Ibrani 10 ayat 25. Siapa yang sudah dapat? Ibrani di perjanjian lama. Perjanjian baru ya pasti ya. Ayo. Handphone Google gampang ya. Tak keluar. Wij moeten ook niet
Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van. Maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen. Vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren voor de Heere Jezus terugkomt. Amen. Was het Indonesisch? In het Indonesisch? Leef het open. Ja, ja. 10 ayat 25. Ah, itu sudah siapa namanya? Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Dan inilah gunanya saudara-saudara bahwa kita sama-sama menopang. En dit is ook de bedoeling dat we elkaar gaan steunen. Amen. Amen. Kita balik ke firman Tuhan selanjutnya. We gaan naar het woord terug. Temanya di sini saya katakan, je bent sterker omdat je niet alleen worstelt. Dit is het thema. Je bent sterker omdat je niet alleen worstelt. Ja. Bapak. Vader. Saya gambarkan di sini. Heb ik hier een gemaakt en een. Itu Bapa di surga. Vader in de hemel. Itu kita yang paling kecil. En dat zijn wij. Klein. Oke, firman Tuhan. Sebelum masuk firman Tuhan, aku bicara dulu sebentar. Voordat we naar het woord gaan, gaan we even wat. Kita telah mendengar firman Tuhan barusan. We hebben het gehoord over het woord. 16. Johannes 16. Ayat 31. Vers 31 tot 33. Saudara percaya? Geloven jullie dat? Pasti percaya? Zeker weten. Pasti percaya? Zeker weten. Amen. Ada satu pikiran di dalam pikiran saya. Er is een gedachte in mij gekomen. Saya memberikan nyawa saya. Ik geef mijn leven. Kepada orang lain. Aan iemand anders. Saudara juga pasti. Jullie zeker ook. Apa coba? Kira-kira. Wat bedoel ik hiermee? Nyawa, kita kasih nyawa. We geef je leven aan die persoon. Ja, we geven ons leven aan die persoon. Aan wie geef je dat? Pada waktu kita kemana? Als wij welke richting ingaan? Siapa yang suka ke Jakarta, ke Indonesia? Wie gaat vaak naar Indonesia, naar Jakarta? Percaya gak sama pilotnya? Geloven jullie in de piloot? Dari Amsterdam sampai di Jakarta. Dat jullie dus aankomen vanuit Amsterdam. Berarti kita sudah memberikan nyawa kita kepada pilot itu, betul? Ya, betekent dat we ons leven hebben gegeven aan de piloot. Begitu percayanya kita kepada pilot itu. We geloven in de piloot. Kenapa, saudara-saudara? Waarom, broeders en zusters? Di dalam pikiran saya. In mijn gedachten. Transport. Yang paling veilig. De veiligste transport. Adalah kapal terbang. Is een vliegtuig. Benar. Ya. Kalau kita lihat dalam satu tahun ini berapa kereta api yang kecelakaan. Als we dus kijken hoeveel treinen al een ongeluk hebben dit jaar. Berapa mobil-mobil yang kecelakaan. Hoeveel auto's niet al ongelukken hebben veroorzaakt. Gak usah mobil, sepeda. Niet zelfs fietsen. Tahun ini sudah 98 anak-anak di bawah umur 16. Dit jaar zijn er al 98 kinderen onder de 16. In één week hoor. In één week? Ja. Met apa? Vet. Ja, met die vet bike. Vet bike. Ja, in één week was het. Bukannya fat big ya. Fat bike. Bayangkan. Transport itu ya, sepeda ya. Kunnen jullie voorstellen? Dat is op de fiets. Jadi yang kita percaya tuh kapal terbang. Dus wat wij toevertrouwen is eigenlijk vliegtuig. Benar nggak? Ya. Saya kerja di Fokker. Ik werk bij Fokker. Bagaimana mereka kontrol dari kulit kapal terbang itu? Ze gaan zo controleren van de buitengedeelte van het vliegtuig. Itu dia punya aluminium yang terpilih. Dus ze gekozen aluminium. Yang mahal. Duur aluminium. Dan dia punya verf-verfnya yang mahal juga. Ja, ook de verf is de beste verf. Coba kalau verf yang kualitasnya. Jangan action. Hema atau apa pun.
als het een slechtere kwaliteit is. Di atas. Boven. Itu min 50 sampai 75 selesai. Boven wordt het min 50 tot min 75. Bayangkan kalau cat itu sedikit terbongkar atau terbuka. Ja. Dus als het verf gaat bladeren, itu bahaya sekali. Dat is heel erg gevaarlijk. Dan waktu itu orang kontrol, toen ze gingen controleren, ja, dat paneel gingen controleren. Itu bukan kontrol cuma lihat-lihat gini aja. Ada dia punya alat. Ze hebben dus een instrument om dat te gaan dia controleren. Punya tebal atau tipisnya, de dikte en de dikte en de vorm en de dunste vorm. Kalau di luar tebal, buiten is het dik. Itu berapa meter? Het, ja, hoeveel meter is een vliegtuig? Berapa omvangnya? Ja, omvang. Kalau ketebalan, als het te dik is, ja, kan bahaya. Is het ook gevaarlijk? Karena apa? Waarom? Tahu satu motor dari kapal terbang itu? De motor van een vliegtuig? Satu biji ya. Een propeller, dan zeg maar. 1000 kilo. Weegt 1000 kilo. Satu motor. Een propeller weegt 1000 kilo. Kiri dua motor. Twee motoren links, twee motoren rechts. Sudah 4000. Nah, 4000. Baru kita nih yang gendut-gendut yang obesitas. En dan nog wij die allemaal als ya, saudara. Die allemaal overgewicht hebben, die stappen nog in de vliegtuig. Ada berapa orang di dalam kapal? Hoeveel mensen zitten dan in een vliegtuig? Saudara. Hoeveel kilo moet de vliegtuig niet dragen? Ja. Coba bayangkan, saudara-saudara. Kita berpikir. Baru kita menyerahkan nyawa kita ke pilot itu, saudara-saudara. Dat we ons eigen leven in zijn handen leggen, in de handen van een piloot. Tapi kita tahu bahwa transport ini transport yang paling veilig. Maar wij weten dat is de veiligste transport is op dit moment. Dan saya berpikir, bagaimana saya bisa percaya kepada manusia itu yang membuat kapal terbang? Hoe kan ik nou iemand vertrouwen die een vliegtuig gaat bouwen? Bahkan manusia itu adalah ciptaan Tuhan. En terwijl deze persoon eigenlijk door God geschapen is. Sedikit terbuka nih. Kunnen jullie een beetje volgen? Kita bisa percaya kepada kapal terbang itu. Wij geloven in de piloot die de vliegtuig gaat besturen. Dan pilot itu. Ja, en ook de piloot. Tetapi kenapa firman Tuhan kita masih sedikit? Maar waarom twijfelen we aan het woord van de Heer? Baca, iya. We gaan het wel lezen. Firman Tuhan itu enggak usah ditulis lagi. Het woord hoeven we niet meer op te schrijven. Tetapi dibaca lagi. Maar nog een keertje lezen. Kalau ditulis, als het, buku hilang. Als je gaat schrijven in een boek, dan verdwijnt het. Tetapi kalau saudara baca lagi, baca lagi, baca lagi. Maar als jullie iedere keer weer gaan lezen. Masuk di sini dan di sini. Komt het in je gedachten en in je hart. Tapi kalau saudara tulis. Maar als je gaat schrijven, tulis lagi. Nog een keertje schrijven. Tulis lagi. Nog een keertje schrijven. Buku itu akan hilang. Het boek zal verdwijnen. 10 tahun, 15 tahun saudara cari di mana dia? 10 jaar, 15 jaar gaan jullie zoeken waar is het boek? Karena jasmani kita. Want ons lichaam. Semakin kami kita tua. Hoe langer we ouder worden, semakin turun. Wordt minder. Tetapi rohani kita. Maar geestelijk. Semakin tua. Hoe ouder we worden, semakin naik. Amen. Het gaat meer omhoog. Benar? Dari itu biarlah Yesusnya yang lebih besar daripada kita. En daarom, Yesus moet groter zijn dan wij. Amen. Amen. Dat yang saya katakan tadi, kamu meninggalkan aku sendirian. Daarom zei ik van, jullie hebben mij in de steek gelaten. Tetapi Bapa menyertai aku. Maar mijn Vader is met mij. Tahu. Itu satu kuasa yang besar karena dia Bapa sendiri, karena dia Yesus sendiri, karena dia Roh sendiri. Tiga yang dat is zo krachtig, want het is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De drie eenheid. Kalau dikatakan lu tinggalin gua sendirian. Als je zegt van je laat me in de steek. Tapi gua enggak pernah sendiri karena maar ik ben nooit alleen, want mijn Vader is met mij. Amen. Amen. Next. Volgende. Ini Genesis 1 ayat 27. We gaan naar Genesis 1 vers 27. Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. En God maakte de mens. Hij maakte hem zo dat hij heel veel op hem leek. De mens leek heel erg op hem. Hij maakte een man en een vrouw. Menurut gambarnya.
Hij heeft dus de mensen gemaakt naar zijn evenbeeld. Begitu perfect kita dibikin sama Tuhan. God heeft ons perfect geschapen. Tahu untuk apa? Waarom? Berkomunikasi. Om te kunnen communiceren. Berpikir. Om te denken. Hikmat. Wijsheid. Melakukan sesuatu yang terbaik. De allerbeste dingen gaan doen. Saudara-saudara, brothers and sisters, pada waktu kita jatuh, als wij dus tegenslag hebben, yang Tuhan mau, dat wat de Heer wil, ingat kamu tidak sendiri. Denk eraan, je bent niet alleen. Apakah saudara jatuh dalam masalah bedrijf saudara? Of jullie dus problemen hebben in jullie bedrijf? Apakah saudara sedang goncang dalam pernikahan saudara? Zij is dat jullie problemen hebben in je huwelijk? Apakah saudara goncang dalam pelayanan saudara? Of in jullie bediening? Apakah saudara goncang dengan teman-teman pekerja saudara? Of met je collega's? Apakah saudara goncang dengan anak-anak saudara? Of problemen hebben met je kinderen? Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan sendiri. Denk eraan. De Heer laat jullie nooit alleen. Jangan ada kata percuma. Er mag nooit een woord komen. Karena Tuhan menciptakan kita tidak percuma. Ja, want de Heer heeft ons geschapen niet voor niks. Amin, saudara-saudara. Amin. Dan inilah Tuhan ciptakan supaya kita berkomunikasi. De Heer heeft ons geschapen om te berkomunikeren. Saling mengasihi. Ieder liefhebben. Saling menolong. Mekaar helpen. Karena Tuhan katakan. En de Heer zegt. Kita tidak akan di atas terus. Yes. Wij zullen dus niet altijd boven blijven. Pada waktu Tuhan kembali. Als de Heer. Surga. Toen hij terugging naar de. Bahkan dia duduk hemel, di samping Bapa. Hij zat aan de rechterkant. Dia masih van berdoa untuk kita. Hij heeft nog voor ons gebeden. Karena dia tahu. Want hij weet. Pada waktu aku tinggalkan dunia. Als ik de aarde dus achterlaat. Setan berkuasa di atas dunia ini. De duivel zal over de aarde heersen. Dan itu puji Tuhan. Daarom prijs de Heer. Je bent sterker. Amen. Karena saudara tidak melakukan ini sendiri. Want dit doen jullie niet alleen. Bersama Tuhan. Alles met de Heer. Ingat firman-Nya. Denk aan zijn woord. Yang menjelma menjadi manusia. Die mens is geworden. Itu yang tolong saudara. Die helpt ons. Next. Volgende. Romeinen 6 ayat 23. Romeinen 6 vers. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Het kwaad brengt altijd de dood. Het is het loon voor wat je hebt gedaan. Maar de liefdevolle goedheid van God geeft een geschenk, het eeuwige leven door onze Heer Jezus Christus. Tuhan berikan kepada kita. De Heer heeft het aan ons gegeven. Dikatakan ingat. Hij zei. Denk eraan. Kadang-kadang pada waktu kita di bawah. Als wij dus problemen hebben. Tadi dengar dengan Suster Ida. Hebben we gehoord van Suster Ida. Percuma saya datang ke gereja. Ik wil niet meer naar de kerk. Oh, Tuhan tidak menolong saya. De Heer helpt mij toch niet. Sampai pikiran mau bunuh diri. Zelfs de gedachte om zelfmoord te plegen. Sampai kita bunuh diri, saudara. Als wij dus zelfmoord gaan plegen, broeders en zusters. Ini roh bunuh diri sudah masuk, sudah lama masuk. Dus de geest van zelfmoord is dus al ingegaan. Di negara ini. Hier in dit land. Bahkan sudah dilegalisasikan. Het is dus beperkt, wordt het gelegaliseerd. Ja. Bunuh diri adalah dosa. Zelfmoord is dus zonde. Tuhan tidak menciptakan kematian, tapi Tuhan menciptakan kehidupan. De Heer heeft de dood niet geschapen, maar. Jadi waktu saudara di bawah. Zoals jullie zo. Lagi banyak masalah. Heel veel problemen hebben. Nee, firman-Nya. Dit is het woord. Next. De volgende. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Karena kita bersama dengan Tuhan, bergantung dengan Tuhan. Ook zullen jullie dan begrijpen hoe onvoorstelbaar groot zijn kracht is in ons, die in hem geloven. Saya sengaja tangan Tuhan. Ini kita. Ik heb dus bewust de hand van de Heer. Tuhan selalu menjaga. Ya, de Heer waakt over. Kemana saudara pergi? Waar we ook naartoe gaan. Saudara mau ngumpet di Mozambik, Tuhan tahu.
I should be ready for stop in Mozambique Highway. Lebih bagus jangan ngumpet, lebih bagus open card sama Tuhan. It is better om niet te gaan verstoppen, gewoon open card spelen met de Heer. Ini kuasa Tuhan. Dit is de macht van de Heer. Amen. Amen. Ingat, tangan Tuhan. Denk aan tangan Tuhan. Walaupun saudara masalah apapun juga. What for problem jullie ook hebben? Saya dua minggu yang lalu katakan Broeder Rudy. Twee weken geleden heb ik tegen Broeder Rudy gezegd. Rud, nggak tiap hari hujan ya, pasti ada matahari. Er is niet iedere dag regen. Zonneschijn komt ook op een dag. Waktu saudara ada di bawah. Als jullie beneden zijn. Ingat tangan Tuhan. Denk aan de hand van de Heer. Tadi saya dengar juga Suster Ida bilang mungkin ini keinginan Tuhan saya balik ke dari Bali ke Belanda. Ik heb net Suster Ida ook gehoord dat hij zei van dit is misschien de wens van de Heer dat ik terugkom. Tapi yang saya percaya Tuhan ada maksud, ada rencana dia kembali ke Belanda. Ik geloof de Heer heeft een doel met Rida. Waktu saya dengar hari Kamis dia kembali dari Bali. Toen ik hoorde op donderdag dat ze terugkwam uit Bali. Saya dengar dia sakit. Ik hoorde dat ze ziek was. Saya katakan kepada Tuhan. Ik zei tegen de Heer. Tuhan berikan aku tanda-tanda. Dit zijn dus tekenen. Kalau Rida ada hari Minggu, saya doa hari Minggu. Als Rida zondag er was, zal ik zondag voor haar. Tidak ada, saya datang hari Senin. En als er de zondag niet is, dan kom ik op maandag. Ternyata hari Senin. Maandag. Karena apa? Kita banyak bisa bicara lebih dalam lagi. Hebben we dus dieper en meer kunnen gaan praten. Saya katakan saya bukan mau tahu dia punya urusan tidak. Ik, het is niet zo dat ik dus haar problemen wil weten. Tetapi nee. Kalau saya tahu, saya dapat mengusir semuanya. Maar als ik dat weet, kan ik dat allemaal wegjagen. Bukan saya, tapi Tuhan yang. Niet ik, maar de Heer doet dat. Memperlihatkan kuasanya. Amin. Hij laat dus zijn macht. Next. Volgende. Ibrani 4:14. Ibrani 4:14. Semuanya yang kita telah dengar firman Tuhan. Dat wat we allemaal aan zijn woord hebben gehoord. Bahwa kita mempunyai imam besar agung. Dat wij dus een hoge priester hebben. Ja, maar wij hebben dus een machtige hoge priester. Hij is de hoogste hemel binnengegaan. Die hoge priester is Jezus, de Zoon van God. Aan dat geloof moeten we vasthouden. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Jangan iman tempe atau tahu, saudara-saudara. Dus niet geloof in de tempe of in de tahu, broeders en zusters. Tetapi mempunyai iman. Maar. Ya, seperti biji sesawi, saudara-saudara. Geloof hebben, net als een mosterdzaadje. Yang bisa memindahkan gunung-gunung, saudara-saudara. Die dus een berg kan verplaatsen. Maksudnya masalah-masalah, saudara. Dat betekent ook jullie problemen. Amen. Amen. Haleluya. Next. Volgende. Sebab imam besar yang kita punya bukannya imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat berdosa. We hebben een hoge priester die ons kan begrijpen als we zwak zijn. Want we hebben een hoge priester die op dezelfde manier als wij met het kwaad te maken heeft gekregen, maar hij werd nooit ongehoorzaam aan God. Waktu saudara ada di bawah. Toen jullie dus problemen hebben. Lagi sedih, lagi tidak tahu apa yang saudara harus lakukan. Verdrietig zijn en niet weten wat jullie moeten gaan doen. Dia merasakan juga. Hij heeft dat ook gevoeld. Dia merasakan. Hij heeft het gevoeld. Dia yang menciptakan kita. Hij heeft ons geschapen. Dia yang menciptakan kita. Hij heeft ons geschapen. Dia rasakan sedih saudara. Hij voelt jullie pijn. Dia rasakan sakit saudara. I felt your pain. Dia rasakan juga kebingungan saudara. Ook jullie wanhoop. Dia rasakan semua saudara-saudara. I felt. Ini firman yang hidup. That is a levende woord. Percaya saudara-saudara? Yeah. Bahwa dia rasakan juga. Dat hij dat ook voelt, broers en zusters. Geloof je dat? Hij voelt ook wat je voelt. Geloof je dat? Do you believe it? Oh, oke. Okay. 100%. Wow, bayangkan. Tuhan mana yang bisa bicara begini selain Tuhan Yesus? Welke God kan hierover zo praten? Alleen maar onze Heer Jezus. Dus jangan saudara pikir gua ini sendirian, gua rasain sendirian. Nee. Dus jullie moeten niet denken dat jullie alleen zijn. Wow.
bagaimana Tuhan kita saudara. Who unser Gott ist. Next. Folgende. Saudara-saudara percaya? Kalau begini, menurut Word. Ya. Ya. Saya kasih tahu nih input. Oke. Lebih baik percaya firman Tuhan daripada pilot atau pesawat. Geloof memang. Beter geloven in het woord van de Heer dan in een piloot te geloven. Bukan saya bilang saudara enggak usah naik kapal lagi nih, tidak. Jadi, ik zeg niet dat jullie niet moeten gaan vliegen. Karena kita percaya kepada Tuhan. Maar omdat we de Heer geloven. Janji Tuhan. Zijn belofte. Sebelum naik kapal itu berdoa. Voordat we dus in de vliegtuig gaan stappen, gaan we bidden. Broers. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bidden in de naam van Jezus Christus. Saudara-saudara, waktu saya pulang dari Jakarta ke Belanda. Broers en zusters, toen ik vanuit Indonesië vanuit Jakarta naar Nederland vloog. Jam 11:15 kita take off. Om 23:15 zijn we dus gevlogen. Kira-kira sudah 1 jam setengah. Ongeveer anderhalf uur later. Saya nengok ke kanan. Ik ging naar rechts kijken. Istri saya sudah terlantar. Sudah tidur nyenyak. Mijn vrouw die sliep al heel diep. Begitu saya nengok ke dia, saudara-saudara. Toen ik haar zag. Saya rasakan tuh kapal. Kira-kira. Voel ik plotseling dat die vliegtuig ging zakken. Rasanya, saudara-saudara. Dat heeft een hele. Turbulentie. Ja, het heeft een hele vervelend gevoel. Turbulentie, saudara-saudara. Er was een turbulentie. Bagaimana rasanya tuh hati nyeri saudara-saudara. Op dat moment was ik angstig. Nyali itu nyali sampai sekecil sedikit banget, yeah. Kayak biji sesawi. Yeah. Takut banget. Ik was angstig. Wow. Tapi puji Tuhan. Prijs kita heer. Selalu doa ya saudara-saudara ya. Jadi kalau saudara-saudara mau vakansi bukan apa-apa doakan. Didoakan. Dus daarom, als we met vakantie gaan, wordt er altijd gebeden voor, ja? Voor jullie bescherming. Bukan kita mau tahu bahwa saudara mau vakansi ke mana, tidak tahu. So dat we, tahu, ja, dat we nieuwsgierig zijn waar jullie naartoe willen gaan, maar het is om de veiligheid. Yes. Amen. Amen. Tuhan. Kadang-kadang kita kalau udah capek, saudara-saudara kayak Suster Ida, sorry kalau saya pakai Suster Ida lagi ya. Dia sebetulnya udah capek, 3 tahun ke dokter. Suster Ida was so moe, 3 jaar naar de dokter in en uit het ziekenhuis. Obat-obatan yang udah diminum sama dia. Alle medicijnen wat ze ingenomen heeft. Tiap kali dia ke Kruidvat nabung di sana. Iedere keer gaat ze naar Kruidvat om daar te sparen. Beli paracetamol. Ja. Sudah berapa kira-kira? Ribuan, mungkin kalau 1 hari 8 biji, 3 tahun coba aja saudara-saudara. 4000 voor 3 jaar. Moest kijken, diikat sama si. Ja. Si. Zij werd gebonden door de duivel. Untuk kupret. Ja. Paracetamol. Benar? Ya. Pikiran hanya, oh ya gue sakit nih, gue sakit. Gedachten is dat, haar gedachte was alleen maar, ik ben ziek. Banyak orang. Er zijn veel mensen. Ik waarschuw je. Sakit. Die ziek zijn. Bangga. Die zijn dus trots. Dat ze ziek zijn. Oh, sakit ini nih. Oh, sakit itu. Ya ampun. Ceritanya sama gue lagi. Die vertellen dat aan mij zelfs. Bangga. Ze zijn trots. Kamu bangga kalau sakit? Nee. Tapi dengar gak banyak orang yang begitu. Oh, sakit nih. Oh, sakit. Aandachttrekkerij, denk ik. Ja. Tapi ada orang yang sakit. Maar er zijn mensen die ziek zijn. Dia berperang, dia tahu. Die gaat vechten, die weet. Dia baca firman Tuhan, dia berdoa, dia pujian penyembahan. Lees het woord, die gaat loven en prijzen. Ada orang yang begitu juga. Er zijn mensen die dat ook doen. Dia melihat mujizat-mujizat Tuhan. Hij ziet de wonderen van de Heer. Dia kesaksian. Die gaat getuigenissen geven, ja. Tapi ada orang juga yang menceritakan, wah, gua sakit nih, gua sakit. Maar er zijn ook mensen die dus tegenovergesteld zijn. Oke, kalau setahun 2 kali, 3 kali, aduh, gua sakit nih. 1 of 2 keer in het jaar, dan tolong doain dong, ya boleh dong. Bid dan maar voor mij. Firman Tuhan katakan, gua sakit ya nggak ya? Suruh doain sama penentua. Ja. Dus het woord zegt van, als je ziek bent, mag je door de anderen dus te laten bidden. Ada juga yang kuyuk gua sakit nih, lihat aja gua lagi sempat jadi habis bangku roda katanya. Oh, ik ben ziek, ik zit in een rolstoel. Iya, ada saudara-saudara. Ya. Begitu sampai rumah jalan.
Als hij thuis is, gaat hij lopen. Halleluja. Puji Tuhan. So, saudara. Praise the Lord, brothers and sisters. Saya katakan tadi, suster Rida capek 3 tahun. Rida was heel moe, 3 jaar heeft ze gevochten. Dibutakan. Is ze dus helemaal verblind. Kayak macam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 of 16 bahwa dia punya slayer. Ze heeft dus een slayer voor de ogen gekregen. Die terus di slayer dengan. Ya. Sebenarnya dia tidak bisa terbuka. De ogen werden niet geopend. Capek saudara-saudara. Ze was moe. Lebih bagus kita buka, kita punya topeng, datang pada Tuhan. Beter om die sluier eraf te halen en naar de Heer toe. I surrender, Lord. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender. I surrender all. Yes, Lord. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. One more time, sing. Saudara merasakan. Mas Yuli Fuda. Saudara di dalam, waktu di bawah. Kadang saudara di bawah sekarang. Dat jullie helemaal vernederd zijn. Saudara-saudara jangan malu, jangan takut. Jullie hoeven dus niet te schamen, niet bang te zijn. Saudara-saudara perlu tenaga dari Tuhan. Als jullie dus de kracht van de Heer nodig hebben. Kekuatan dari Tuhan. Het van de Heer. Saudara dapat. Mengatasi semuanya ini. Kunnen jullie al die problemen overwinnen? Waktu saudara datang kepada Tuhan. Als jullie naar de Heer toe gaan. Ingat. Denk eraan. Saudara tidak sendiri. Jullie zijn niet alleen. Saudara berdua dengan Dia. Amen.
Dia yang berperang atas segalanya. Hanya satu Tuhan katakan. Percayalah kepadaku. Dan bangkitlah. 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 Saudara boleh dibawa. Seperti waktu Tuhan Yesus Kristus. Disalibkan. Dan dikubur. Tiga hari dia tidak akan dibawa sama sekali. Drie dagen lag hij onder de grond. Untuk mengambil kunci kematian. Om de sleutel van de dood mee te nemen. Tiga hari dia bangkit. Na drie dagen is hij opgestaan. Ingat. Denk eraan. Tiga hari ini saudara-saudara. Deze drie dagen broeders en zusters. Boleh dibawa. Jullie mogen beneden zijn. Cukup tiga hari. Maar alleen maar drie dagen. Renungkan firman Tuhan. Denk over het woord. Hari ini Tuhan. Vandaag Heer. Mau memegang tangan Tuhan. Willen we dus Tuhan mau memegang tangan saudara. De Heer wil jullie handen saudara vasthouden. Boleh maju ke depan. Jullie mogen naar voren komen. Jangan malu-malu saudara. Jullie hoeven dus niet te schamen. Kom hier met je tranen. Hoe verdwaald je ook bent. Je hart is gebroken. Redding begint. Hier is genade, kom hier en kniel neer. Geen pijn op de aarde, in de hemel niet meer. Geen pijn op de aarde, in de hemel niet meer. Dus kom met je zorgen. Sakit. Degene die ook ziek zijn. Broeder Robert, boleh maju ke depan.
Robert manapun. Tuhan, Kau ada di tempat ini, Tuhan. Here you've been here. Kaulah Tuhan yang menyembuhkan. You've been here. Kaulah Tuhan yang menciptakan. You've been here. Kau adalah dokter dari segala dokter. Dokter ala dokter. Kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Macht es sich in uns leben, Herr. Tuhan, Herr, hamba-Mu meletakkan tangan hamba-Mu ini. Dienstknecht legt die Hand auf Robert. Robert. Hamba mengikat segala darah rendah atau darah tinggi. Dienstknecht, die bindt alle hoge bloeddruk of lage bloeddruk. Dengan kuasa Yesus Kristus, Tuhan. Met de macht van Jezus Christus. Darah sempurna. Het bloed is volmaakt. Darah kembali sempurna. En zal ook volmaakt blijven. Tidak ada kata darah tinggi atau darah rendah. Er is geen sprake van hoge bloeddruk of lage bloeddruk. Karena ini tubuh adalah bait-Mu, Tuhan. Want dit lichaam is uw tempel, Heer. Pemeliharaan-Mu yang sempurna. Uw volmaakte verzorging. Mujizat akan terjadi dalam tubuh. Wonderen zullen gaan gebeuren. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. Halleluja. Kom met je zorgen. Schaam je niet meer. Ben je gebroken. Thank you.
Kau telah mendengar kesaksian dari Suster Ida. U heeft dus de getuigenis van Suster Ida gehoord. Disembuhkan oleh Tuhan. Die dus genezen is door de Heer. Lepas dari obat-obatan. Ze is dus los van alle medicijnen. Pagi hari ini. Vanochtend, Heer. Tuhan mau menyembuhkan saudara. De Heer wil jullie allemaal genezen. Saudara pegang. Jullie dengan tangan saudara, tangan kanan saudara. Betul di rechterhand houden jullie vast. Taruh di tempat tubuh yang sakit. Op de plek van je lichaam. Atau di hati saudara. Of op je hart. Atau di jantung saudara. Of op je hoofd. Atau di kepala saudara. Of op je hoofd. Taruh tangan itu, tangan kanan saudara. Leg je rechterhand op de plek. Ingat firman Tuhan Markus 10. Denk aan het woord Markus 2. Tanda-tanda orang percaya tekenen van iemand die geloof akan meletakkan kepada orang yang sakit. Voor degene die ziek is, handen opleggen. Letakkan tanganmu. Leg je handen op neer. Bapa di dalam surga. Vader in de hemel. Kau melihat anak-anakmu Tuhan. U ziet uw kinderen yang sakit. Die ziek zijn. Mereka meletakkan tangannya di tubuh mereka yang sakit Bapa. Ze hebben hun handen. Dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan, sakit penyakit yang sudah tahunan cabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Luar biasa. Buitengewoon vandaag. Suatu kesaksian yang luar biasa. Een hele mooie getuigenis. Yang
dapat mengingatkan kita kembali. Die ons weer eraan herinnert. Bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Dat de macht van de Heer buitengewoon is. Amen. Kita sudah menerima perjamuan kudus. We hebben dus de avondmaal opgekregen. Dan kita percaya. En wij geloven. Dengan iman. In geloof of met geloof. Beban telah diberi kelegaan. Die last hebben, die worden zijn allemaal bevrijd. Bahkan yang terikat telah dilepaskan. Die gebonden zijn, die zijn bevrijd. Oleh bilur-bilur Yesus. En door de striemen van onze Heer Jezus. Yang sakit disembuhkan. Degene die ziek zijn, die zijn genezen. Amen. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Terima kasih kita berdoa untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman. Dank u wel. We gaan dus bidden voor onze voorganger die het woord heeft. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel, Heer Jezus. Kau telah memakai hamba-Mu, Pak Teddy. U heeft dus uw dienstknecht, Pak Teddy, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Die uw woord heeft gebracht. Biarlah setiap apa yang sudah disampaikan, ya Tuhan. Dat alles wat hij dus net doet. Boleh tertanam di dalam setiap pikiran dan hati kami semua. Dat het geplant mag worden in onze gedachten en onze. Sehingga apa saat kami datang. Tidak sepertinya Tuhan kekal kami pulang dengan membawa berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Dat wij dus alle zegeningen mee kan nemen als Tuhan telah membebaskan kami. U heeft ons bevrijd. Tuhan telah menyelamatkan kami. U heeft ons gered. Dan Tuhan telah menyembuhkan kami. En U heeft ons genezen. Terima kasih Tuhan Yesus. Dank u wel Yesus. Kau berkati Bapak Gembala kami Pak Teddy. Zegen onze voorganger Pak Teddy. Di dalam pelayanannya. In zijn bediening. Sebagai pemimpin gereja kami di GBI Dordrecht ini. Als onze leider in onze GBI Dordrecht. Pakai beliau terus Tuhan. Gebruik hem meer. Sesuai dengan rencana-Mu. Volgens uw plan. Berkati juga rumah tangganya bersama Bu Nana. Zegen hun huishouden met juga Bu Nana. Juga anak-anak mantu dan cucu-cucu mereka. De kinderen, kleinkinderen en schoonkinderen. God zegen. Terima kasih Bapak. Dank u wel Vader. Terima firman-Mu. Hebben uw woord gehoord. Ya dan amin. Ya dan amin. Dalam nama Yesus. In de naam van Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Jullie mogen gaan zitten. Oke, pengumuman untuk minggu berikut. Mededeling voor volgende week. Iya, seperti biasa zondag 10 November. Zondag 10 November. Ada ibadah kembali. Hebben we dienst. Mulai jam 10. Om 10 uur. Dan untuk pengumuman kedua akan ada Bitstone. Tweede mededeling, Bitstone. Hari Jumat, 8 November. Vrijdag 8 November. Dimulai jam 8 malam. Begin om 19.30. Baru pertama kali di rumah Brother Timothy dan Sus Jenny. Voor het eerst bij onze broeder Brother Timo en Sus Jenny. Jenny. Ya, adres. Adres. Di Breda dia. Ze wonen in Breda, Breda Noord, dacht ik. Watermunt? Watermunt. Ja, Watermunt 34. Oh, Watermunt. Sama bij Bulan. Ja. 34. Oke, semua welcome ya. Iedereen is welkom. Dus hari Jumat akan kita ada Bitstone di rumah. Ja, dus voor het eerst hebben we dus aanstaande vrijdag Bitstone bij Timo en Jenny. Oh ya, umum yang ketiga. Derde mededeling. Kita akan berdoa untuk Suster Cecil. We gaan bidden voor onze zuster, Suster Cecil. Yang akan kembali besok ke Indonesia. Die morgen naar Indonesia cepat zal gaan. Ya, twee weken depan. Maar. Ya, zo snel. Sebelum kembali mungkin ada yang mau disampaikan. Voordat ze naar huis gaat, misschien dat ze iets wil gaan depan zeggen voor ons. Shalom semua. Shalom. Seperti pulang ke rumah. Net als dat ik naar huis kom, dat ik toen ik hier was. Saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Ik dank de Heer. Ondanks orang keluar dan masuk. Ondanks dat de mensen uit en ingaan in de kerk. Tetapi sungguh mengucap syukur Tuhan memberikan mengirim jiwa-jiwa baru. Maar de Heer heeft dus nieuwe zielen gestuurd. Sungguh ini suatu gereja yang sudah Tuhan tetapkan dan Tuhan pilih di Dordrecht ini. De Heer heeft dus hier de kerk gekozen in Dordrecht. House of Restoration. Yes. Ya. Rumah yang untuk perbaikan. Ya. Kita semua memerlukan perbaikan. Wij hebben allemaal dus vernieuwing nodig. Yang semakin hari semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Die met de dag God beter leert kennen. Sehingga kapanpun Tuhan hadir, datang kembali. En iedere keer dat de God er is, dan komen ze allemaal bahwa weer terug. Kita dalam keadaan siap. Dat wij dus klaarstaan. Terima kasih bahwa saya ada di tempat ini. Dank u wel dat ik hier weer mag zijn. Dan
Biarlah berkat Tuhan dan kasih Tuhan menyertai jemaat semua di tempat ini. And the Seigneur from the hill met you the Almazai. Thank you. Mari kita sama-sama berdiri. Kita doakan untuk beda for onze zusters en zusjes. Ja, akan kembali besok. Die morgen terug gaat naar Indonesië. Syukur dan terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Hamba-Mu berdoa untuk bersama-sama saudara-saudara kami. Untuk suster-suster Cecil. Untuk suster Cecil yang akan kembali besok ke Indonesia. Die morgen terug zal vliegen naar Indonesia. Untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu, Yesus. Bedek haar met uw heilige bloed. Jalanan dari tempat ini, dari rumahnya. Reis van het huis. Sampai ke rumah dia yang ada di Madura. Tot haar huis in Madura. Tuhan menyertai dalam perjalanannya. Dat u met haar bent. Bahkan keberangkatannya daratan, lautan, sampai udara Tuhan. Op de weg vliegen en weer terug. Kau bersama op de weg, dia. Dat u met haar bent. Seperti firman-Mu yang kamu dengar. Net als het woord wat we net gehoord hebben. Dia tidak sendirian. Dat zij niet alleen is. Karena Tuhan Yesus yang bersamanya. Want Jezus is met haar. Kami percaya Tuhan akan memakai suster Cecil juga Tuhan. Dat u haar ook zal gaan gebruiken. Nah, kami jadi saksi-Mu yang hidup. Ze zal dus uw getuige ook. Dimanapun saja dia berada. Waar ze ook mag zijn. Dan kami sungguh percaya. En wij geloven ook. Setiap rencana-Mu Tuhan. Voor alle plannen voor haar. Suatu rencana yang kebaikan. Hele mooie plan. Terima kasih Tuhan berkati kesehatannya. Dank u wel Heer. Zegen haar gezondheid. Berkati juga keluarganya yang berada di Indonesia. Zegen ook haar familie in Indonesia. Haar moeder. Dan juga adik atau kakaknya Tuhan yang memberkati. Terus, ya. Terima kasih segala kekurangan atau apapun Tuhan yang akan melimpahkan. Yang keluar, alles was tetap kosong. Karena Sisi juga percaya Engkau sebagai Tuhan penyelamatnya. God zal haar ook redden. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Berdoa dengan ucapan syukur. Berkebeden. Haleluya. En alle dankbaarheid. Amen. Amen. Oh iya, ada pengumuman yang oh, ada yang ulang tahun nih. Oh, mede deh, we hebben nog jaren. Nyanyi lu. We hebben 2 jaar. Nyanyi, langsung leven voor die 2 jongen. Ah. We gaan bidden voor deze 2 kinderen. Untuk Isaac dan Jethro. Voor Isaac en Jethro. Terima kasih Tuhan untuk kedua anak ini. Dank u wel Heer voor deze 2 kinderen. Yang sudah mencapai saat ini 7 tahun dan 6 tahun. Die 6 en 7 jaar oud zijn geworden. Berkati mereka Tuhan. Zegen hun Heer. Di dalam sekolah mereka. Op school. Di dalam pergaulan mereka. In hun omgang. Di rumah mereka. Thuis. Dimanapun mereka berada. En waar ze ook. Engkau yang menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Yesus. U omringen hem met uw heilige bloed, Jezus. Dijauhkan dari mara bahaya apapun. Ver van alle. Tuhan yang menyertai dan melindungi mereka. De Heer zal met u zijn. Mereka menjadi anak-anak yang akan Kau pakai Tuhan di masa mendatang. Ze zullen dus gebruikt worden door uw Heer. Menjadi pahlawan-pahlawan-Mu. Dat ze dus. Yang takut akan Kau Tuhan. Kinderen worden die u vrezen. Dan menghormati orang tuanya. En ook. Terima kasih Tuhan Yesus berkati Isaac. Zegen Isaac. Besak, berkati juga Jethro. Zegen ook Jethro. Di dalam nama Tuhan Yesus. In de naam van Jezus. Kami berdoa dengan ucapan syukur. Wij danken. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. I love you. Yes. Amen. For your mercy never. You have
Hari demi hari kami menikmati berkat-berkat yang melimpah Tuhan, yang tidak pernah putus-putusnya Bapa, bahkan sampai hari ini Kau telah menabur firman-Mu di dalam hati kami, di dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu hidup di dalam hati kami Tuhan, sehingga apa yang harus kami lakukan menurut keinginan-Mu Tuhan, biarlah semua terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat dari Bapa. Karena begitu kasih Bapa dan juga kasih Yesus Kristus Tuhan bersama persekutuan Roh Kudus yang manis telah menyertai saudara dan saya. Pulanglah dengan damai sejahtera yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saya. Pulanglah dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan. Dan diberkatilah keluargamu. Berkat Abraham. Berkat Isa. Berkat Yakub. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Terus menyertai saudara-saudara. Bahkan menyertai anak-anak saudara. Menyertai pekerjaan saudara. Menyertai pelayanan saudara. Menyertai gereja ini. Sampai selama-lamanya. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Amin.